Um, als je dan voor jezelf begint, dan moet je natuurlijk wel uh, je propositie helder hebben. En uh, dan moet je je kunnen onderscheiden in de markt. Hoe doe je dat dan uit? Um, ja, daar waren we eigenlijk vrij snel uit, uh, Jan. Uh, want zowel René als ik zijn uh, best wel ongezet en gedreven mm -hmm. en uh, vol met passie. En wij vinden het ook oprecht leuk uh, om even los van de verdiensten om bedrijven echt te helpen. En ik denk dat dat een hele belangrijk onderscheid in deze markt is. Het sterft natuurlijk van de reclamebureaus en de coachingbureaus en de trainingbureaus. Maar wij, wij gaan ons echt ingraven in een organisatie. We doen het ook, ook best wel uniek hoor, op basis van no Q no Pay. Wij werken gerust een aantal dagen voor niets voor een organisatie. En het is de ondernemer die bepaalt of hij wel of geen vertrouwen in ons heeft. Daarin onderscheiden we ons echt van, van de markt. Ja, en, uh, en je hebt natuurlijk een uh, enorme ervaring als uh, commercieel directeur in de MKB-segment. Uh, uh, nou, niet alleen MKB, want uh, uh, het bedrijf waar wij voor gewerkt hebben, uh, dat was uh, Autobahn Holland. Het heeft nu een andere ter gekregen. Uh, maar dat was marktleider op het gebied van uh, zeer grote ondernemingen, koffiegebied. Okay. En daarnaast zat je in een ander bedrijf wat gericht was als marktleider op het uh, MKB. En we hadden een horecatak. tak. Oké, okay. en uh, dus je had diverse uh, zeg maar doelgroepen. Ja, dat klopt. Dat wil zeggen dat je nou ook uh, zeg maar ondernemers kunt helpen in uh, zeg maar doelgroep onderscheidend. Uh, ja, dat was ook de, de, de unieke samenwerking die we met uh, René hadden. Wij waren echt gesegmenteerd de markt aan het bewerken uh -huh. uh, met de juiste propositie in de juiste doelgroep. En ik denk dat ja die ervaring dat we die heel mooi aan de markt uh, kunnen doorgeven op onze manier, maar dan met passie en echte uh, transparant uh, werken. Je hebt natuurlijk uh, in uh, die, al die afgelopen jaren een eigen manier van leidinggeven ontwikkeld. Met je eigen team, waar je dan hiërarchisch boven staat. Nu ben je in één keer een adviseur. Ja, dat is wel een verschil moet je zeggen. Want ik heb ouderwets heb ik een elevator pitch moeten, moeten instuderen voor mezelf. Uh, maar goed, dat, dat geeft ook helemaal niet. Ik ben 61 en een hartstikke jong, dus ik kan nog heel veel leren. Dus uh, dat komt wel goed, Jan. <laughs> en uh, voor jou, René? Ja, ik, ik sta overal voor open om, om ook alles nog te, te moeten leren, wat nodig is als eigen ondernemer. Ja. En ja, ik denk dat wij elkaar ook af en toe aankijken als wij op gesprek zijn bij bedrijven. Mm -hmm. En dat we dan ja, van binnen wel denken van hé, hey, kijk, het is een ondernemer die ons nu vertelt hoe het moet. Terwijl wij natuurlijk jarenlang eigenlijk aan onze medewerkers. Hij, zijn sales en ik, mijn marketingmedewerkers, verteld hebben. Ik het eigenlijk zou willen. Dus uh, nee, ik sta daar ook uh, net als het uh, volledig open voor. We zijn, ja. uh, we zijn niet bang voor kritiek. Nee, dus, uh, inderdaad, is dat een beste manier om te gaan scoren. En uh, leren natuurlijk, hè? niet alleen uh, de ander, maar ook jezelf. Ja. Ja, je, uh, het is toch een heel ander bestaan om in loondienst te zijn of een eigen bedrijf te hebben. Daar kom je en, dan achter. Ja, daar kom je achter en ik. Ik kan wel van mezelf zeggen dat ik me flexibeler opstel nu dan voorheen. Mooi gezegd. We gaan naar het volgende nummer. Deze is door Ed gekozen. Eindelijk ja. goede muziek. Hier komt Boudewijn de Groot met Verdronken Vlinder.